Degradeert Terlede vandaag naar de vierde divisie of blijft het actief in de derde divisie? Dat is een vraag die misschien beantwoord gaat worden vandaag. Terlede neemt het op tegen Dovo en in de strijd tegen degradatie staan ze er niet goed voor. Ze staan op een plek die leidt tot directe degradatie en moeten dus bij een overwinning vandaag alsnog kijken naar de tegenstanders in die strijd. Dat zijn Excelsior 31, VVOG en Volendam. Maar eerst maar eens zelf winnen natuurlijk. Hier is het eerste schot van de kruis. En Vrolijk kan die bal net overtikken. De kruis. Buitenkantje voet. Prachtig gespeeld. Van de Steen over naar Van de Putten. Die kan niet tot de schot komen. Maar Waaier kan dat wel. En weer doelman Vrolijk die in de weg ligt. Als het heel raar loopt kan Terlede zichzelf vandaag zelfs veilig spelen. Dan moeten wel alle drie de tegenstanders verliezen en zij zelf winnen. En tot nu toe is dat zelf winnen het dichtstbij geweest. Drie kansen al voor de Sassenheimers. Maar ook drie keer doelman Vrolijk. Rodriguez naar de Bond. Rodriguez verliest daar de bal. Dat zag je wel een beetje aankomen. Van de Ende naar Luc de Kruis. Die gaat met gemak langs de Bond op snelheid. En een voorzet komt niet aan. Rodriguez krijgt alle tijd om die bal aan te nemen. De Bond wil die bal ook terug hebben. Maar zo kan het ook. Hou wat, mooie actie. De Bond alsnog. Die voorzet is net niet goed. Alsnog een schot van hou wat, maar een oprapertje. Dit is een eerste waarschuwing voor Terlede. Dat ook Dovo vandaag wel wil scoren. De ploeg uit Veenendaal gaat het woensdag waarschijnlijk opnemen tegen VVSB in de nacompetitie voor promotie. En hier wil Terlede een penalty zien. Maar scheidsrechter Paarhuis wil er niks van weten. De kruis leek toch van achter neergehaald te worden. Maar geen penalty. Mark de Kruis wil die bal binnenhouden. Dat had hij beter niet kunnen doen. Want nu geeft hij Dovo een kans op een aanval. Dit is een harde voorzet. En de Vries leek er goed tussen te komen. Laat hem dan toch los en kan het aan het einde nog herstellen. Misschien de spanning voor de doelman. De Bond naar Zeeman. Dat is een goede bal. Hou wat. Ziet de Bond en Visser staan. Het werd Visser die die bal krijgt, maar hij staat te ver naar achter om die bal op doel te kunnen koppen. Van der Weijden. De Kruis. Oh, prachtig. Luc de Kruis door de benen van de Bond. De Kruis nog steeds terugleggen en helemaal vrijgedraaid van de Putten. En weer een mooie redding van keeper Vrolijk. Zo gaan beide ploegen rusten met 0-0. Staat direct concurrent Excelsior 31 als enige op voorsprong. Maar eerst maar eens zelf winnen voor Terlede. Hier krijgt het een hele goede mogelijkheid erop, want de bal gaat op de stip. Het leek niet zo'n zware overtreding, want ook weer de bal werd eerst geraakt door Den Boer. Maar scheidsrechter Paarhuis legt hem toch op de stip. Dat is een meevallertje voor de Sassenheimers. En het cadeautje wordt uitgepakt door Arroyo. Terlede op 0-1. En het kan dus gaan kijken naar de tegenstanders. Terug speelbal op Vrolijk. Van de Putten loopt door. Vrolijk pakt hem dan op. Ja, Van de Putten zat er misschien nog aan. En Paarhuis denkt van niet. Het is een indirecte vrije trap omdat Vrolijk die bal oppakt. Dat leek een terugspeelbal. En Vrolijk zegt, ja, Van de Putten zat eraan. Maar Van de Putten houdt natuurlijk slim zijn mond dicht. Dus een hele rare situatie daar. Wel een indirecte vrije trap. Bijna iedereen van Dovo in de muur. Waaier achter de bal. Waaier schiet onder de muur door en raakt. Het is 0-2 voor Terlede. De ploeg uit Sassenheim lijkt te gaan winnen hier in Veenendaal.
En kan dus Twitter en teletexten bijpakken om te kijken hoe het gaat met Excelsior 31, VVOG en Volendam. VVOG staat dan inmiddels op achterstand. Volendam nog op een gelijkspel en Excelsior 31 gaat zeker weten winnen. Dat zou dus betekenen dat Ter Lede na competitie gaat spelen in plaats van directe degradatie. Van de Putten. De kruis, een makkelijk schot voor Vrolijk leek het. Hou wat. Twee man bij zich. Toch voetballen ze eruit bij Dovo. Zeeman. Balletje eroverheen. Den Boer draait zichzelf vrij en krijgt er nog een schot uit. Wel over. Vrije trap valt er goed achter hoor voor Van de Putten. Vrije trap van Goeman. En inmiddels is VVOG weer op een gelijke stand gekomen. Volendam staat ook nog steeds gelijk. Die hadden maar één puntje nodig om na competitie te ontlopen. Dus lijkt het er alsnog slecht uit te gaan zien voor Ter Lede. Dit is nog wel een hele mooie redding van Vrolijk. Die staat sowieso goed te keepen vandaag. Maar dan is het wel afgelopen en dus degradeert Ter Lede. Want VVOG wint ook. Iedereen wint eigenlijk om Ter Lede heen. En dus maakt het niet uit dat de ploeg van Nico Oosterlee won. Ze degraderen naar de vierde divisie. Ik weet dat Dovo uitstaande